Ik kan Nederlands met je spreken, heb ik begrepen. Klopt dat? Ja, ik begreep. Als je spreekt langzamer met mij, ja. Of is Engels makkelijker, wat je wil? Nou, ik ga proberen Nederlands. Dat klinkt goed, hartstikke goed. Met een mooi Vlaams accent. Ja. Je spreekt met een zacht Vlaams accent, maar je speelt pikkelhard, hè, voor iedere bal. Ja, het is altijd mijn spel is zo. Ik ga voor elke duel en ik ga proberen de bal blijven met de ploeg en voor mijn ploegmaat. Wat was het voor wedstrijd? Want jullie komen heel snel achter. En dan? Ben jij dan iemand in het veld die de boel oppept? Ja, na mijn eerste minuut, ik denk, we pakken het doelpunt. Maar ik denk dat het beter was dat je pakt de doelpunt tegen na één minuut dan op de laatste minuut. En het meer belangrijkste, ik denk, vandaag het was de drie punten. Een goede spektakel voor onze supporters. En vier doelpunten, twee wedstrijden, 4-3 en nu 4-1 is... mooi voor de supporter. Ja, jij maakt zelf twee doelpunten vandaag. In je vorige basiswedstrijd als basisspeler ook al twee doelpunten. Hoe hard groeit jouw status bij Roda JC? Nou, ik sta goed, maar ik denk dat al de ploegen spelen goed. Wanneer je ziet het doel we scoren vandaag, is een mooie combinatie en heel mooi doelpunt. En voor mij, ja, ik ben heel blij dat ik score, maar... Ik ga niet scoren. Voor het moment die score, alles gaat binnen en is goed voor mij en voor de ploeg. Wat mooi is om te zien, is de waardering van je medespelers. Dat zien we bij het gejuich achteraf, na de wedstrijd, waar jij het middelpunt bent van het feestje. Ja, ik weet maar. Het was mijn eerste keer. Nou, het is moeilijk, hè, dit? Ja, het is moeilijk. Ik graag niet voor mezelf. Ik graag met de ploeg altijd doe feestje. Wat opvalt aan jouw spel, en eigenlijk hebben we zoveel spitsen in de Nederlandse competitie de afgelopen jaren niet gezien, is altijd doelgericht, iedere bal tussen die palen, altijd gefocust op dat doel. Ben je altijd zo'n speler geweest? Ja, ik ben zo en de coach kent me en ik ben altijd doel. In de 16, ik wil altijd voor elke bal gaan. En, zo. De tank van Damascus, zeggen ze dan. Hè? Vind je dat een mooie bijnaam eigenlijk? Is, een beetje zo. Maar... beetje apart is hij wel, hè? Maar ik ben van Kamishli, ik ben niet van Damascus. Oh, kijk eens aan, dus hij klopt eigenlijk niet. Ja, maar voor mij is het geen probleem, dat ze zeggen zo. Beter wel een bijnaam dan geen bijnaam? Maar het is dezelfde voor mij. De mensen praten en voor mij is... mijn doel is alleen voor de geven spektakel en proberen te scoren. Dat is je geluk, dankjewel. Ja.